penis's host says. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen gods dat de dochters der mensen schoon waren. En zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Nu zij zich misgaan hebben, hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna. Toen de zonen gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijde slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart en de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik het gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En Noach verwekte 3 zonen, Sem, Shem en Japhet. De aarde nu was verdorven voor Gods aanzicht. En de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven, want al wat leed had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik zal hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark van goverhout. Met vakken zult gij de ark maken, haar van binnen en buiten met pek bestrijken. En zo zult gij haar maken, 300 el zal de lengte der ark zijn, 50 el haar breedte en 30 el haar hoogte. Gij zult aan de ark een lichtopening maken en 1 el van bovenaf zult gij die afwerken. En de ingang der ark zult gij in haar zijkant aanbrengen. Met de onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. Want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft waarin de levensgeest is van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is zal omkomen, maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uw zonen met u. En van al wat leeft, van alle vlees, van alles zult gij 1 paar in de ark brengen om het met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn, van het gevogelte naar zijn aard en van het vee naar zijn aard en van het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. Van alles zal 1 paar tot u komen om het in leven te behouden. En gij neemt u van alle voedsel dat gegeten wordt en verzamel het bij u, opdat het voor u en voor hen tot spijze zij. En Noach deed het geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.